op een onbewoond eiland. Daar is het niet echt fijn. Op een onbewoond eiland. Ik zou ergens anders willen zijn. Ik wil niet weg, Yoshi. Lief je op. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario de 1000 jaar door. Ik ben er weer, Trainer Steve, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij erachter te komen waar dat de volgende... Nou ja, daar waren we al achter. Wisten we waar we naartoe moesten gaan? We moesten naar Keel Hockey. En zijn we dus op reis gegaan en zijn we dus gezonken met ons schip en op dit eiland terechtgekomen. Wat toevallig de plek is waar we moeten zijn. In deze aflevering komen we bij één van de meest overpowered items ooit. Namelijk... Yes, I would hit you! A Waka Bomb! A lump of something! Replenishes 25 HP en 25 FP. Deze dingen die zijn overpowered en die kun je behoorlijk veel krijgen. Er zit een limiet aan, volgens mij kon je er maar 7 krijgen maximaal door de hele tijd op en neer te gaan lopen. Maar je kunt ze dus zeker krijgen en dat is echt, ze zijn heel erg overpowered. In ieder geval, we hebben hier een heel groot open vlakte, dus ik dacht dat er ergens wel een Star Piece zou zitten met een Ground Pound verborgen. Zit hier misschien achter een... Nee. Haha, we stappen er gelijk op. Ik wist dat er eentje in zou zitten. Liefjoel, ga zelf even aan de kant. Kijk eens aan. Waarschijnlijk komen de comments ook weer binnen van... Oh, die ben je vergeten. Die stel ik zeker op prijs. En dan komen we hier nog altijd terug. Want je kunt hier altijd terugkomen als we dit allemaal gehaald hebben. In ieder geval, ze hebben dus het een en ander gemaakt. Captain, please help us. Flavio en Papach are in a huge fight. And what about you, Squinty? You turned to jelly when you saw all those ghosts! What are you talking about? You were the one quacking in Boots' fancy pants! Wait one moment. Did you just call the great Flavio fancy pants? That's right, fancy pants! Fancy pants, fancy pants, fancy pants, fancy pants! Why, you little cyclops! Flavio demands satisfaction, you, me, Hammers, and Dawn! Oi, that's fine with me! I can't wait to put a few dents in those fancy treads! There it is! Captain Stash, the goats are back! Mario! Front and center, this is an order. Take care of those ghosts. Waarom ik? Ah, can't flee this fight. Nou ja, jullie weten wat dat bedoeling is. Wij doen eerst eventjes een swap partner. Goombella. En we gaan deze eens heel eventjes tattelen. Yay. That's an ember. Sort of a pale blue flame spirit. Kind of spooky. HP is 8, aanval is 3, defense is 0. En natuurlijk omdat het een vuurding is, als je het aanraakt, doet het pijn. Did mama teach you that? Dankjewel, Goombella. Het neemt 1 extra damage als je ijs gebruikt of explosieve aanvallen. Dus dat is altijd handig. Dus, en als je geraakt wordt door een vuuraanval, dan kun je vuurstatus krijgen. Timing is nogal lastig om een beetje te counteren, dus ik ga gewoon proberen de E-counters. Yay. Ah, die was net te vroeg. Ik probeerde weer de B-counter en dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Het grappige is, we kunnen hier wel zeker eventjes special bij doen. Maar ik heb niet genoeg star power, dus wat ik ga doen is ik ga heel eventjes toch weer een swap partner doen. En ik denk dat we hier Koops heel goed voor kunnen gebruiken. Want Koops kan namelijk de Power Shell Attack. Yay! En dubbele stylus, die zorgt altijd wel goed. Ah, net weer te vroeg. Ik wil het nog 1 keer proberen. Oh, dat was de... Oh, nou heb ik een burn damage. Oeps. En nou heb ik nog maar 8 HP. Dit is niet gunstig! Maar ja, ze hebben nog maar 4 HP over. En Koops, die kent dus een hele goede aanval. En daarmee kunnen we dus in 1 keer winnen. Maar aan de andere kant... als ik een succesvolle aanval doe... Krijg ik misschien weer full HP? Nah, weet je wat? Nee, we sluiten het gewoon af. Kamehameha! En we krijgen weer een goede startpoint voor. Yay! Ik denk dat ik de Peekaboo Badge echt moet gaan equippen.
Yes, your blooming beast, Captain Stash. Koops deed eigenlijk alles. Too early to celebrate, no? There were surely more of them elsewhere, huh? Someone must investigate the rest of the island. Yes, that is what must be. As leader of this expedition, I, of course, should stay here. I brook no argument. Ah, yes, of course. Mario, perhaps you can handle the exploration of this island? No way, pal. Ah, well, we can just sit here ourselves all day, like mermaids, huh? Someone must get out there and look around. This is not a thing to be argued. So, we'll decide this fair and square, huh? Everyone, all in favor of Mario exploring the island? Please raise your hands. All for it. Oh, heck yes. Good luck, pal. Wat leuk. Weet jij nog dat je met hamers wou gaan vechten? Nou, ik heb er geen problemen mee. Maar goed, wat we dus hier kunnen zien. We hebben hier een safe block. Ze hebben hier een shop. Het enige nadeel van deze shop is... Je moet er echt coins voor betalen. En het nadeel is ook nog eens een keer... Ik ben crew. Waarom? Waarom moet ik je weten van vandaag? Dat is zo not fair. Maar ja, aan de andere kant hebben we ook weer positieve dingen. Zoals, wij hebben dus een hutje waar we kunnen slapen. Wat heel erg handig is, want we hebben best wel veel damage genomen. De beach heeft niet echt heel erg veel boeiend zo te zien. Zat hier niet een... Nee, oké. Okay. Misschien hierachter. De rots misschien. Nee. Je kunt hier wel het hele water oplopen. Dit is het enige water waar we op kunnen lopen. Dat is eigenlijk best wel grappig. Maar we kunnen dus heel eventjes hier het bed in. En als het goed is, kunnen we gewoon hier gaan slapen. Hi, this may not look like it, but we're very proud of Salazar. A night here stay is the... Waarom moet ik betalen om te slapen, verdurie? Wow. Iedereen heeft gestemd dat ik het helemaal moet onderzoeken. Dan zijn jullie zo gemeen tegen mij. Sorry, ik ben klaar. Ik ben klaar met mijn geklaag. Did you sleep well? Oh. Did you sleep well, Captain? Enjoy your day! Nou ja, in ieder geval is alles weer vol. Oh, ik zag een starpiece. Stop maar met niet typen. Ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Hij zit hier. Dus gum, 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 gum. Oké. Okay. Nou, zoals hier. Oké, okay, we hebben weer green fuzzies. Dus, nieuwe vijanden. Dan kunnen we weer tattelen. Dus waarom ook niet. Poink. Ah, ik sprong er net niet op. Jammer. Green fuzzies. Waar we niks van weten. That's a green fuzzy. As you can see, it's a fuzzy. And it's green. Doei! Max HP is 5, attack is 3 en defense is 0. En ze zijn heel erg normaal. Dus ze kunnen HP ook weer uitzuigen, net zoals dat ze eerder deden, de zwarte. Maar ja, het grappige is, wij hebben zoveel power-ups. Wij doen 5 damage in één klap. Yay! Het is zo makkelijk. Nou, zoals we bij chapter 1 hebben gedaan... wil je eigenlijk elk plukje gras... kijk eens aan, weer gelijk een starpiece... willen we dus gelijk checken. En we vinden hier een leuke badge. Dat is namelijk de... Head Rattle. Dat zorgt ervoor dat... Dat je vijanden kan confusen. Deze bomen die kun je hameren. De grote bomen niet. Dus alles blijven we checken. Wat voor item hebben we hier... Courage Shell, altijd leuk. Dat kunnen we verkopen, want dat raise onze defense. Iets wat we niet nodig hebben. Dus ja, Green Fuzzy! Oh, we hebben een nieuwe fuzzy zo te zien. Nou ja, we kunnen deze twee fuzzies heel eventjes neerhalen. Dan zien we dus de roze fuzzy. Als die ook niet 5 HP had. Nee, die heeft meer HP. De roze fuzzy die is eigenlijk hetzelfde als de groene fuzzy. Alleen met iets meer HP. En zover ik weet... kan hij FP uit je zuigen. Wat eigenlijk best wel creepy is. Dus. Maar die heeft dus 6. Attack is 3. Maar ja, in plaats van... Hij kan dus aanvallen met 3. Maar hij zuigt dus FP weg. En hij gebruikt nou zijn slow shroom. Waardoor dat hij dus... elke beurt 2 HP zal gaan krijgen. Maar dat is zinloos, want ik heb een overkill. Yay, overkill. En zo komen we steeds dichterbij ons level up. Yay! Oké, nou die kan even weg. Deze doen we zo. Deze hebben we nog niet gehamerd. Hammer! Oké. Nou, de eerste plek was niet echt zoveel boeiends te vinden. Ik bedoel, het is een onbewoond eiland, dus ja. En Bobbery hebben we dus ook niet gevonden. Arr, Skellywags. Nou, die boom konden we niet echt raken. Oh, dat wou ik niet doen! Dit gaat pijn doen.
Ouch. Goed. Laten we wel eventjes gaan vragen wat hier de bedoeling van is. Putrid piranha, dat is een vergiftigde piranha plant. Dus dat kun je aan de kleur zien. Heeft 8 HP, aanval is 3 en defense is 0. Hij kan bijten en het kan ook aanvallen met een hele met een poison aanval. En ja, dan kun je poison zijn. En ja, is hetzelfde eigenlijk een beetje als burn. Met Nadalus, we kunnen onze hamer niet gebruiken. Want we hebben nog steeds de Jumpman badge aan staan die nog steeds heel erg handig is. Ik heb een paar van deze gekocht. Volgens mij deed deze 5 damage. Weet ik dus niet zeker meer. Ik heb een veel beter idee. Laten we maar gewoon eens een keer... Wij geven gewoon een keertje... Dat wou ik niet doen. Ik wou een koep swappen. Oeps. Kan ik superguarden? Yay, ik kan superguarden. Goed zo. Wat ik namelijk wou doen is... Ik wou heel eventjes weer terug swappen. En ik wou dus eigenlijk swap partner naar Koops. Ik moet echt die swap badge eigenlijk gebruiken. En dan kan ik de power shell gebruiken, waardoor dat we al gegarandeerd 3 damage doen. 4 damage zelf, sorry. Superguard, hartstikke goed. En daar was ik vroeg mee. Maar ja, nou hebben ze allebei nog maar 3 HP. Dus kunnen we met Koops kunnen we gewoon aanvallen. En dat ga ik ook zeker doen. Nou, zou ik eigenlijk Vivian's nieuwe aanval willen laten zien. Dus ik denk dat ik daar heel eventjes weer terug swap naar Vivian. Want we hebben nou alle vijanden die hier nieuw zijn. Hebben we nou ondertussen wel een beetje gezien. Yay! En we krijgen weer een Mr. Mini. Ik denk dat ik die dingen gewoon echt... Ik gebruik ze eigenlijk bijna nooit. Omdat ik vind het een waste of turn. Oké, nou Vivian heel eventjes. Dan hebben we hier een muntje. En ik spring weer op dat beest. Ze poppen gewoon onder je. Dat is zo not fair. Maar wat ik jullie dus heel eventjes wou laten zien. Heb ik een fire bloom of iets? Briefly dropping their attack power. Dropping their attack power. Ik heb er 2. We gebruiken gewoon 1. Ik heb met Mario toch niks wat kan doen. Haha. Nu zijn jullie klein. Ik wil de fire jinx laten zien. Die aanval. Boink, doet 6 damage. Superguard, nice. En een superguard, dat betekent dat deze battle over is. Ze zal dus iedereen verbranden en 6 damage doen. Dat is een enorme sterke aanval voor Vivian. Ik ben zeker blij met die aanval. Dankjewel voor die coins. Maar ik was met deze coins bezig. En nou krijg ik niet echt veel coins er meer van. Nou... zover ik weet... Ja, die fuzzy die maakt niet echt zoveel uit. Touch fuzzy, get dizzy. Volgens mij komen we gewoon daar nou naartoe. Alleen dan hebben we dus heel eventjes onze Leafeon nodig. Want anders komen we niet voorbij die sprong hier. Dadelijk. Deze die kunnen we gewoon... Ik wou op zijn hoofd springen. I failed. En natuurlijk moet er weer eentje het verpesten. Weet je wat? We gaan gewoon Vivian weer gebruiken. Nee, ik wou niet appielen! Damn. Ik zit nu in zo'n lastige pikkel omdat ik nou een verkeerde heb gedaan dat ik gewoon echt mijn shooting star ga gebruiken. Volgens mij doet dat 15 damage of 7 damage of 8 damage. Het deed in ieder geval heel veel damage. 6 maar. Oeps. Nou ja, gelukkig weet ik heel erg goed om te superguarden. Tactics. Swap partner. Vivian. Doe maar gewoon een Shade Fist. Dat is meer dan genoeg. Oh, de Shade Fist. Vivian die gebruikt een stomp aanval. Dus die springt niet op een vijand. Maar mocht het dus op een vlammetje zijn. Ja, dan heb je dus het probleem dat je dus een behoorlijk harde klap kan krijgen. Maar we zijn eindelijk level up. En daar ben ik zeker heel erg blij om. Want wat wil ik dan natuurlijk? Niks anders dan... BP! It is BP! Nou, mochten we dus nu eventjes veel getaddle krijgen waar ik geen zin in heb. Ik serieus, ik heb er geen zin meer in. Multibounce kunnen we ook heel eventjes uitzetten. De quick change, ja, ik kan wel een power P uitzetten. Dan kan ik wel de quick change doen.
Ik ga zelf even kijken. Welke badge ga ik hierbij pakken? Tornado Jump, die is niet echt handig. Happy Heart. Damage Dodge is eigenlijk best wel goed dan. Ik zit hier wel heel eventjes aan. Ik bedoel, ik wil de Jumpman zeker aanhouden, dus... want attack is echt heel erg belangrijk om te hebben. Oké, dan kunnen we hier overheen. En dan kunnen we hier weer overheen. Goed zo. En dan wil ik toch even Vivian bij me houden. Met de Peekaboo Badge kunnen we dus HP zien, ook al hebben we dus nog niet getaddeld. Oké, lieve jongen, je krijgt nog extra screentijd. Let's do this! In één keer goed! Nice! Het enige nadeel is, ik maak hier altijd heel erg vaak een fout. Oké, ik heb het nou voor de eerste keer heb ik het gewoon gehaald zonder naar beneden te vallen. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Oké, we krijgen een Thunder Rage. Daar ben ik heel erg blij om. En voordat ik het vergeet, eventjes weer terug naar Vivian. Met een coin. Dus ja, we vinden op zich eigenlijk best wel goede dingen. Misschien dat ik hier en daar wel een secret vergeet. Nogmaals mijn excuses daarvoor, maar ik heb deze eigenlijk nooit 100% gedaan. These are these cursed ghosts. Blast it all! By Blobbery's Blotches, is that Mario over there? You're alive, old boy! Right. You came just in the nick of time. Get those two out of here this instant. Huh? But what about you, Admiral? You gotta get us out of here too! Arr, just leave it to me. I'll keep these ghouls busy while you get out of here. Flee! That's an order. Let me do what I must do. Now away with you! Aww. Well, Blobbery are things the right thing to do, so what are we waiting for? Zo moeilijk zijn die vlammetjes niet. Oh, Blobbery, please forgive us our cowardice. We have left the pot and everything. Everything was happening so quickly. Forgive us. Gone, eh? Excuse me, but I better be going also. And hey, you, out there in front of your computer screen. Yeah, I'm talking to you. It may be pretty obvious to you who I really am, but no telling Mario or Stevie. Or else. You're out there in front of the computer? Does that not make any sense to everybody here? Your stem is veranderd. I know. Okay. Sorry, nogmaals, Mikkel, die houdt het nog een beetje tegen, maar dat maakt niet uit. Goed, in ieder geval, we weten dus wat ons te wachten staat, dus we gaan gelijk terug. En Vivian willen we daar niet voor gebruiken in verband met... We hebben hier een incoupon. Heel erg leuk. Maar Vivian willen we niet gebruiken, want het punt is, we moeten eerst deze kant op. Hier ligt nog een shine. En, oh, daaronder zie ik een hele handige badge eigenlijk liggen, die ik zeker wil hebben. Kan ik naar beneden vallen? Oké. Oh ja, wacht eventjes, dat moet je anders doen. Boing. Dit is de Ice Power Badge. Makes Mario damage proof while jumping on fire enemies. En aangezien dat wij... hoeveel kost die eigenlijk om te equippen? 1. Weer maar 1 ding te zitten. Damage dodge uit. Charge dan maar aan. Waarom ook niet? Het kan heel erg handig zijn. De Ice Power Badge is namelijk heel erg handig, omdat we hebben namelijk Jumpman, waardoor dat we dus extra damage doen tegen... of met onze jump aanval. Dus zeker heel erg handig. Maar we hebben ook nog eens een keertje een extra... Waar zat dat ding ook alweer eigenlijk? Zat dat hier niet beneden? Zat hier niet naar beneden toe? Ja, dat was hier naar beneden toe. We hebben ook nog eens een keertje dat we dus extra damage doen met jumping. Dus als we dan tegen vuurvijanden kunnen vechten, kunnen we gewoon op ze springen. Waardoor dat ze extra damage nemen in verband met... We hebben nu een ijsaanval praktisch. Dus en nog eens een keertje een extra damage. Ik loop recht het water in. In verband met dat we dus ijskracht hebben. En ja, dan doen we dus 2 extra damage met onze jump aanval. Goed. Dat boompje daar op de achtergrond. Daar willen we zeker heel eventjes langs. Dit wil je niet vergeten. Volgens mij kun je dat niet doen met spa... Of met spatie op mij nou. Ik heb te veel Binding of Isaac gespeeld. We willen de kokosnoten meenemen. Volgens mij kun je daar niet doorheen als flinterdun papier Mario.
Dus, want volgens mij, even kijken. Nou, zou eventueel kunnen. Of je zit op de recht. Nee, je zit er langs. Dan val je recht het water in. Maar, ja, die wil je zeker meenemen voor later. Op het moment dat je heel eventjes weer back and forth moet gaan. Want daar houdt dit spel nogal van. Goed, wij lopen heel eventjes door. En sorry, lieve jong, je bent awesome. Maar we moeten echt even koepsie voor hebben. Ik moet wel zeggen trouwens, dit is een heel erg mooi eiland. So this is a legend of the sea meets this end, right? Nee hoor, wij komen hier redden. Wij komen hier redden. Nadat we alle bosjes hebben gecheckt. Nou hebben we dus al twee keer op een vijand gesprongen waar dat we niet op mochten springen eigenlijk. Maar dit keer... springen we op een vlammetje! En doen we 6 damage. Maar we deden toch al 5? Oh, ik dacht echt tot... Oh, nee, wacht. Ik vergeet mijn eigen. Jij wil een steen gaan gooien, jij stoute koeps. Nou ja, dan doen we gewoon de... Oh ja, ik heb de multibounce uitgezet. Oeps. En dan houden we gewoon eentje neer en dan krijgen we 1 aanval. Dat maakt niet zo blij. Maar volgens mij was multibounce ook maar 1... Ik denk alleen eens naar kijken, want multibounce is op zich eigenlijk best wel handig. Ik heb weer niet een supercard. Ik moet het ook gewoon niet meer proberen, ook niet. Nou ja, dan maar gewoon de jump. Olé! Asje! Nou ja, we krijgen weer in ieder geval genoeg star points. Ondanks dat we level omhoog zijn gegaan, daar ben ik alleen maar blij mee. En ik vind het eigenlijk best wel grappig hoe dat er eentje zo'n oud gezichtje heeft en de andere gewoon aan het rondspinnen is. Terwijl dat ze eigenlijk al verslagen zijn, maar we krijgen er coins van. Wat nul is, in verband met het was een event gebeuren. Dus we krijgen helemaal niks. Die curse die was nogal zinloos. Ik wil heel eventjes snel naar de badges even kijken. Ice Power hebben we dus aangezet. Ja, multibounce was er eentje, dus charge kan uit en dan kan de multibounce weer terug aan. Hoppakee. Kom uit die boom! Arr, the pain of it all! Dat oogje echt als kruisje. Oh, Mario. Oh boy. My boy. Arr. I guess those blocks got me a bit better than I thought. Mario, please hear my last request. I must thank you for taking me out to sea one last time. But there's one thing I need before I go to my rest. Chocola Cola. I was saving that one bottle for my last memory of Scarlet to celebrate reaching here. I saw it among the flotsam drifting towards the island, so it must be somewhere. If I might have just one sip before my final voyage. Get me that Chocola Cola bottle, boy. Nou, we gaan eerst heel even kijken wat hier nog verder ligt. We kunnen ons healen eventueel, mocht het nodig zijn. We hebben een spite pouch, wat er even voor zorgt dat we maar half de damage nemen. En dan zien we hier dus een doodlopend eind. Dan zouden we nou dus terug moeten gaan lopen, maar zijn wij in tijd om zijn request te redden? Zijn wij op tijd om ervoor te zorgen dat wij die Chocola Cola te pakken zullen krijgen? Zie het in de volgende aflevering van Let's Play Paper Mario de 1000 Year Door. Heb je een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je er de tijd voor hebt, dan laat een like achter natuurlijk. Als je er ook de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal weer te zien in de volgende video. Dus tot dan. Doei!